8 gezonde voedingsmiddelen die niet zo gezond zijn als je dacht. 8 gezonde voedingsmiddelen die niet zo gezond zijn als je dacht. Zou het kunnen dat je iets eet dat schadelijk is voor je gezondheid? Veel voeding lijkt gezond, maar het is altijd beter om het zelf te maken om er zeker van te zijn dat het geen schadelijke ingrediënten bevat. Heb je besloten om een gezonde levensstijl aan te nemen? Voor sommige mensen kan dit komen door het verlangen naar het eten van gezonde voeding, een beter figuur te hebben of om een ziekte te bestrijden. Als je een plan maakt, houd dan in je achterhoofd dat je reden een van de minst belangrijke dingen is. Wat belangrijk is om te weten, is dat er sommige voeding is die gezond lijkt, maar dat niet is. Het kan zelfs je energieniveau saboteren. Dit gebeurt door veel verkeerde informatie of marketingstrategieën. Er zijn sommige voedingssoorten die de reden zijn dat we geen goede resultaten zien wanneer we ze consumeren. Deze voedingsmiddelen zijn erg misleidend. Dit komt doordat ze eigenlijk niet zo gezond zijn of niet zo weinig calorieën bevatten. Hierdoor hebben we een lange lijst met voedingsmiddelen waarvan we denken dat ze gezond zijn, maar die dat eigenlijk niet zijn. Voor verpakte salads zijn voedingsmiddelen die we normaal gesproken in supermarkten kopen. En we denken dat ze gezond zijn. Ook al zijn ze gemaakt met een basis van groenten, soms bevatten ze weinig voedingsstoffen. Ook komt het voor dat deze salades enkele weken zijn ingevroren. Dit betekent dat het voedsel niet vers is. Dit betekent ook dat er conserveringsmiddelen zijn gebruikt. Alsof dat niet genoeg is, zitten bij het grootste deel van deze salades dressings die veel zout, zoetstoffen en conserveringsmiddelen bevatten. De beste optie is om zelf een salade te bereiden. Dit doen bespaart je niet alleen geld, maar je zult ook afvallen. Commerciële smoothies, niet alle smoothies zijn hetzelfde. Soms denken we dat ze gezond zijn, maar wanneer iets bestempeld wordt als smoothie, betekent dit niet per se dat het ook gezond is. Commerciële smoothies bevatten over het algemeen geraffineerde suikervet extra, onnodige calorieën, chemicaliën. Het is veel goedkoper en eenvoudiger om je eigen smoothies klaar te maken in de ochtend. Op deze manier ben je er zeker van dat ze verse groenten en fruit bevatten die van het seizoen zijn. En je hebt altijd controle over de porties. Notenmix. Je hebt vast wel eens gedroogd fruit met noten in een mixzakje gekocht, en wel meer dan één keer ook. Die worden verkocht in supermarkten en buurtwinkels. En we kopen ze omdat we denken dat ze gezond zijn. Als je gedroogde fruitmixen koopt in grote hoeveelheden, moet je weten dat ze vaak het volgende bevatten: sulfieten, die als conserveringsmiddelen werken, een hoog vetgehalte oude zaden, te veel zout als je op deze fruitsoorten eet als een snack tussen je maaltijden door. Kies dan voor droge zaden of verse fruit en groente. Muesli en energierepen. Veel commerciële muesli en energierepen hebben een hoog fructosegehalte, bevatten geraffineerde suiker en zowel verzadigde vetten als transvetten. Het is veel gezonder om je eigen lading zelfgemaakte muesli-repen te maken. Probeer verschillende recepten uit totdat je jouw favoriet vindt. Vetarme producten, voedingsmiddelen die zonder vet worden gemaakt,
garanderen niet het gewichtsverlies waar je misschien naar zoekt. Lekker nog, gezonde vetten geven je een vol gevoel. Je moet voorzichtig zijn met voeding die zegt vetvrij te zijn. Deze voedingsmiddelen kunnen je lege calorieën geven. Het beste wat je kan doen, is of de voeding zelf maken of biologische voeding eten. Bevroren yoghurt is het meest misleidende iets van deze eeuw. Veel mensen denken dat door dit te eten, ze een gezondere optie kiezen. In werkelijkheid is dit niet waar. Ze voegen grote hoeveelheden geraffineerde suiker toe. Bevroren yoghurt heeft ook kunstmatige toevoegingen. Als je echt een betere optie voor bevroren yoghurt wilt, kan je je eigen variant maken met natuurlijke yoghurt. Zoet het met stevia, voeg fruit toe en onthoud dat je niet te veel toevoegt. Gezonde drankjes, lichtdrankjes of iets anders gelijksoortigs zouden verwijderd moeten worden van je lijst met zogenaamde gezonde voeding. Dit is omdat die chemische brouwsels niet beter zijn dan het drinken van een glas normale frisdrank. Ze zitten normaal gesproken vol met synthetische chemische zoetstoffen die gerelateerd zijn aan kanker. Je zou ze altijd moeten vermijden. In plaats daarvan, kun je beter kokoswater drinken. Of maak simpelweg je eigen fruitwater. Volkorenbrood, dit is nog een van die voedingsmiddelen waaraan je denkt dat ze gezond zijn, maar die dat niet zijn. De sticker op deze broodsoorten suggereren vaak dat ze erg gezond zijn en dat je ze dagelijks kunt eten. Vaak is het zo dat het eten van die broden hetzelfde is als het eten van wit brood. Veel broden die worden bestempeld met woorden als meergranen of volkoren, worden over het algemeen gemaakt van geraffineerde granen. Hierdoor zul je niet zoveel voordelen krijgen op het gebied van voedingsstoffen dan bij volkorengranen. Zorg dat je altijd de ingrediënten naleest. Of, nog beter, maak het zelf klaar met glutenvrije bloem. Het is niet moeilijk en je zal het vast lekker vinden.